De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. En ik ken een paar van die gasten. Via het COC natuurlijk. En die zijn buitengewoon ongelukkig. Dat zal wel, ja. Dat is een enorm probleem voor ze. Want kom dan maar eens vooruit. Dus dan hebben ze echt het gevoel dat ze in het verkeerde lichaam zitten? Komt veel vaker voor dan je denkt. Wat? En dan kunnen ze zich wel laten opereren. Maar dat kennen alleen maar in Casablanca. Casablanca? Dan moeten ze natuurlijk met het vliegtuig naartoe. Liggen ze 5 dagen in zo'n kliniek. Dus dat is niet te betalen. Wat? Een seksenverandering. Seksenverandering? Het wordt hoog tijd dat het in Nederland ook kan. Kan het COC daar niks aan doen? Gaan we ook doen. Heel goed. En dat het gewoon wordt opgenomen in het ziekenfondspakket. Ben ik hier nou zachtjes aan de enigste normale nog? Stokvis, zeg jij nou eens wat? Ik ben even bezig, Rico. Dus, zuster Tilly van Til. Hé? Ja, zuster Tilly van Til, die is verpleegster van het jaar geworden. Die ga ik dadelijk interviewen op haar MC. Ja, bij haar thuis. En dat komt dan van de week in de Bruine. Ja, maar hij heeft het erover dat je je eigen kan laten opereren. Dat je dan een vrouw bent en dat het een ziekenfonds moet. Ja, buitengewoon verstandig. Hé? Ja, dat is een probleem wat je koopt voor die mensen. Als je het gevoel hebt dat je in het verkeerde lichaam zit. Hoe kun je nou in het verkeerde lichaam zitten? Dat ken. Dat ken niet. In het verkeerde lichaam zitten. In de verkeerde bus kun je zitten. Dat je op Centraal staat, weet je niet. Je denkt, ik ga het eens naar het Zuidplein. Maar je neemt niet bus 52, maar bus 47. Kom je op de Slingen in Zuidwijk. Dan ben je in de verkeerde bus gestapt. Ja. In de verkeerde tram kun je zitten. He? Je staat, weet je niet, weer op het Centraal Station. Je denkt, ik ga het eens naar de Groene Zoom. Maar je neemt niet lijn 3, maar lijn 4. Kom je op de Koemart in Schiedam. Dan ben je in de verkeerde tram gestapt. Ja. In de verkeerde trein kun je zitten. Hè? Je staat op het Centraal Station, logisch, want je moet met de trein. Je denkt, ik ga naar Den Haag. Maar je stopt in de trein naar Parijs. Dan ben je in de verkeerde trein gestopt. Ja. Maar het verkeerde lichaam, dat ken natuurlijk nooit. Want... Nou? Daar kun je niet instappen. Maar ome Jaap, dat is psychisch. Psychisch? In je hoofd. Ja, ik weet wel wat psychisch is. Nou dan. Zitten ze dan in het verkeerde hoofd? Ook. Hé? Komt veel vaker voor dan je denkt. Maar dan zijn ze toch niet goed bij de hoofd? Nee, dat is weer wat anders. Dus er zijn mensen die in mekaars lichaam zouden willen zitten? Nee. Nou. Ja, dat is weer wat anders. Ik ken de aanwezigen één ding mededelen. Ik ben blij met mijn lichaam. En ik ben blij dat er niemand anders in zit. Hey, Til, die Bruine Rotterdammer van mij, die loopt echt als een trein, jongen. Heel veel abonnees. En als het artikel een beetje spraakmakend is, nou, dan is die in de losse verkoop niet aan te slepen. Denk je dat je dat met mijn interview ook gaat bereiken? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Verpleegster van het jaar. De mensen hollen naar de kiosk, joh. Geweldig. Ja, dan gaat het echt om duizenden gulden, sorry. Duizenden guldens? Ja, zeker. Maar goed, Til, luistert. Verpleegster van het jaar, vertel. Ja, nou, ik ben er natuurlijk ontzettend trots op. En weet je wat het nou zo bijzonder maakt? Ja. Ik ben pas 3 jaar bezig. En dan nu al deze onderscheiding. Ja, ja. En het is dus een prijs van de gezamenlijke ziekenhuis. Ja, van Rotterdam dan, hè? Ja, ja. En wie zit er in de jury? Allerlei artsen, chirurgen, van elk ziekenhuis één. Ja, ja. En dan gaat het er dus bijvoorbeeld om dat je goed bent met de ondersteek en met de po. Ook? Ja, en dat je dan bijvoorbeeld ook de thermometer een beetje gevoelvol kan inbrengen. Nou, dat moet haast wel, want dat is mijn specialiteit. Ja, ja. En Til, het feit dat jij er voor een verpleegster meer dan gemiddeld uitziet, heeft dat nog enig gewicht in de schaal gelegen? Nee, want Ellie Ruimschotel, die werkt bij ons op de hartbewaking, hè? Die heeft de tweede prijs gewonnen. Die weegt 137 kilo.
Ja, nee, ja. Ja, tuurlijk. Til, wacht even, even kijken. Ja, ik kan me voorstellen dat je hogerop wil. Hoe zit het met de promotiekansen? Hoofdzuster? Geneesheer directeur. Ik kan me eigen voorstellen dat jij er een keertje genoeg van krijgt om de hele dag de poot te lopen legen. En jij werkt in de riool. Ja, geloof me, mij zou dat niet uitmaken, maar ik bedoel een orchidee zoals jou. Zal ik je eens een geheimpje verklappen? Heel graag. Ik heb wel wat met fecaliën. Meen je dat dan? Ja, een po kan mij niet vol genoeg zitten. Hé, hey, weet je, Simon, ik mag toch Simon zeggen? Ja, nee, natuurlijk. Weet je, ik droom regelmatig van de riool. Ja, hoe alles dan zo bij elkaar komt, hè? En hoe het dan zo wegstroomt en hoe het dan verwerkt wordt. Ja, ja. Maar Til, daar hoef je helemaal niet van te dromen. Dat kan ik je gewoon laten zien. Eerlijk waar? Ja, het mag eigenlijk niet, verzekeringstechnisch gezien. Maar als jij vanmiddag niks te doen hebt, dan kan ik je zo een rondleiding geven. Oh, nou, als dat zou kunnen. Net zo makkelijk. En samen op excursie. Oh, Simon. You make my dream come true. Ja. Ja, Til, eens even kijken. Even gauw de foto dan maar, ja? Zo? Heel goed. Komt-ie. Dus jullie hebben een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid in Den Haag? Oh, minister Stuit, ja. En je vindt dat zo'n operatie, dat je in een ander lichaam moet kennen, dat dat in het ziekenfonds moet? Zo'n beetje, ja. Je denkt toch niet dat zo'n man zijn medewerking gaat verlenen aan dergelijke smerige praktijk? Smerig? Dat gaat allemaal hartstikke steriel en netjes, hoor. Die man is minister, hoor. Die heeft gestudeerd. Waarom net, Jaap? Die man is niet zo stom als jij. Oh. En daarom kennen het ook alleen maar in Casablanca. Hè? Daar hebben ze geen eens geen minister. Niet? Nee, natuurlijk niet. Dan had hij het toch nooit goed gevonden. Goedenavond. Hey, Simon. Hey, Simon, jullie hebben een brief geschreven naar Den Haag dat je hier ook in een ander lichaam moet kennen. Ik ben verliefd. Hè? Op Tilly van Til. Op die verpleegster? Jazeker. Ik heb hem meegenomen naar put 27. En dan heb ik altijd een paar kaarsen klaarleggen voor het geval dat. En het was heel romantisch allemaal. Enkel, ze wilde niet verder gaan dan zoenen. Geen seks voor het huwelijk. Dus, Nel, is mijn vraag aan jou. Wil jij getuige zijn? Hè? Bij het huwelijk. Welk huwelijk? Van Tilly en mij. Hè? We gaan morgen trouwen. Ja, je kent er net een dag. Maar zijn van lichaam als een gedicht. Ik ben getuige. Heel graag. Schei eens uit, ja. Hij moet aan de vrouw, Nel. Dat is beter voor ons allemaal. Nou ja, het moet dan toch niet gekker worden. Dan komt hij eindelijk eens een beetje tot rust, Nel. Zo is dat, Jacobus. Zo is het. Enkel heb ik nog één klein probleempje. Tilly leeft in onmin met haar familie. Heb ik dus nog een getuige nodig. Bas? Bas? Dat weet ik niet, hoor, Sim. Ik krijg nog een geeltje van je. Nou, en? Als jij getuige bent, lullen we nergens meer over. Top. Goed. Wilt u beiden gaan staan? Ja. En geeft elkander de rechterhand. Neemt u Simon O. Stokve... Waar staat die O voor? Voor stokvis. Nee, dat begint met een S. Ja, nee, maar ik bedoel, hij staat ervoor. Ja, maar wat betekent het? Niks. Niks? Nee, het is net zoals bij Willem O. Duis. Ach zo. Begrijp je? Neemt u Simon O. Stokvis, geboren te Vlaardingen, 15 januari 1923... Mathilda, Geertruida, Hendrika van Til, tot uw wettige echtgenote. Wat is daarop uw antwoord? Heel graag.
Neemt u Mathilda Geertruida Hendrika van Til, geboren te Ketel, 23 oktober 1942, Simon O'Stokvis, tot uw wettige echtgenoot? Ja. U wil wel heel erg graag, hè? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dan bent u bij deze in de echt verbonden. Ho, 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 ho. Mevrouw? Moet u niet eerst vragen of een van de aanwezigen bezwaar heeft tegen dit huwelijk? U kijkt te veel televisie, mevrouw. Dat is alleen aan Amerika. Zo is dat. Dat zal dan wel, maar ik heb wel degelijk bezwaar. Schijnt daar toch uit, Nel. Ik vind het gênant om te zeggen, maar... Hij, hè? Hij trouwt alleen maar voor de seks. Uitstekende reden. En die getuigen daar, die hebben ze gewoon omgekocht. Wie niet? Jongen, jongen, jongen. U mag de bruid nu kussen. Ja, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om een foto te maken? Maar natuurlijk. Voorpagina van de bruine Rotterdammer. Oh, Simon, de voorpagina? Ja. Ach, de bruine Rotterdammer, uitstekende krant. Ik dank u wel, dank u wel. Daar heb ik de katholieke illustratie nog voor opgezegd. Ja, komt-ie. Bravo. Hoor je dat, Nel? Hey. Hoor je dat even? Als dat niet romantisch is. Lekker romantisch. Mantovani, hoor. Duizenden platen gemaakt, die man. Wat zeg ik? Tienduizenden, honderdduizenden platen heeft hij gemaakt, die man. De ene nog romantischer dan de andere. Ha, is de uitvinder van de romantiek, Mantovani. Romantovani. Zelf 6 keer gescheiden, maar daar gaat het nou niet om. Maar dit zal ook wel niet zo lang duren. Het is voor jou toch ook leuk, Nel? Jij hebt weer een vriendin. Het slaat toch helemaal nergens op, Jaap? Trouwen, dat doe je uit liefde. Hij is hartstikke gek op de... Wat wil je nou nog meer? Wat krijgen we nou? Ja. Daar ben ik lekker mee. Wat maakt dat nou uit? Ja, wat denkt hij? Ja, ik dacht dat jij zo ruimdenkend was. Dan moet je eens heel goed... Nou, maar luisteren van Til, ik ga het nou naar beneden en als ik dadelijk weer boven kom, dan heb jij je spullen gepakt en dan ben je verdwenen. Oh. Dat gaat geloof ik niet helemaal goed. Dat verbaast me niks. Ze zijn net een paar uur getrouwd. En jij was getuige. Ja, ja, nee. Nou heb ik het gedaan. Ja, niet dan. Wat is er nou allemaal aan de hand? Ja. Dat heb ik. Heb je ervan, Simon O'Stokvis? Waarvan, Nelly Kajman? Van het belachelijk overhaaste trouwen. Nou, Nel, als wij eerst 4 jaar verloofd waren geweest, de toestemming van de pastoor hadden gehad en de zegen van de wederzijdse ouders, dan was het niet anders gegaan. Hé? Simon O'Stokvis, wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, dus je kunt een brief op poten verwachten van mijn advocaat. Goedenavond. Het is een vent. Hè? De zuster is een broeder. Ik zie het probleem niet, hoor. Waarom zouden mannen nou niet met elkaar getrouwd kunnen zijn? Ga je eens uit, Bas. Nee, in feite is het discriminatie. En ik denk dat ik dat ook op de agenda van de COC ga zetten. Het homohuwelijk. Doe je best maar. Goedemorgen. Hey Simon. Kijk eens, Nel. Wat komt Heb je dat bespottelijke huwelijk er ook gewoon ingezet? Hij was toch al gedrukt?
Hoef je hem nog niet rond te brengen? Ja, hallo. Mijn adverteerder zien me aankomen. Dus klauwen mijn geld, hoor. Trouwens, ik ben sowieso de klos. Zo. Alsjeblieft. Geachte heer Stokvis, als advocaat van MGH van Til deel ik u het volgende mede. In aanmerking nemend dat het huwelijk tussen mijn cliënten MGH van Til en Simon O. Stokvis in gemeenschap van goederen is gesloten, lijkt mij een afkoopsom van 2000 gulden een redelijk bedrag. 2000 gulden? Sim, je bent failliet. 2000 gulden? Eis van de advocaat. Maar wacht nou eens even, Simon. Dan ga jij toch gewoon niet scheiden? Huh? Dit is toch een wijf, Simon? Ja, nee, dat dacht ik ook, ja. Weet je zeker dat het een vent is? 100%. Daar twijfel jij dus niet aan? Niet. Hoe weet jij dat dan zo zeker? Wat denk je? Heb je het gevraagd? Nee. Geef de nummer eens even. Hé? De nummer? 1976-83. 19? Ja, 76. 76. 83. 83. Begin met 19, dus het is op Zuid. Moet jij eens opletten hoe deze jongen dat voor jou op gaat lossen? Heel graag. Ben je vrienden voor? Ha, die Til! Jaap Kooijman hier, je weet wel. Gisteren was ik getuige. Ja, die, ja, precies. Ja, Tilly, nou zijn we natuurlijk in een beetje vervelende situatie komen te belanden. Maar voordat we nou dingen gaan doen waar we spijt van krijgen, wil ik jou toch nog even één vraag stellen. Weet jij zeker dat je een man bent? Niet! Dacht ik het niet. Je twijfelt natuurlijk. Nee, ga gerust je gang, meid. Ik heb alle tijd. Jij bent als jongen geboren. Altijd het idee gehad dat je in het verkeerde lichaam zat. Daarom heb je geld nodig, natuurlijk, die 2000 gulden. Om naar Casablanca te kennen voor die operatie, allicht. Huh? Welke operatie, als ik vragen mag? Tilly van Til. Jij bent een hele smerige vent. En jij helemaal. Dus nou heb je ook nog een brief geschreven aan de minister van Justitie? Al minister van Acht, ja. Dat je vindt dat mannen met elkaar moeten kunnen trouwen en dat dat in de wet moet? Zeker weten. En jij bent het daar weer mee eens? Het is wel een soort discriminatie. Schijn nou eens even uit. Alleen maar omdat ik op mannen val, kan ik niet trouwen. Volkomen terecht. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen? Zo ben ik geboren. Zo ben je niet geboren, zo ben je geworden. Heb je een tuil? Een tuil? Ja, zo'n zinken ding. Ja, ik weet wel wat een tuil is. Nou, heb je die? Nee. Kom eens even mee. Heel goed opletten. Wij hebben hier een tuil. Ja. Die mag jij van mij lenen. Zo. Dan kun je hem beneden bij jou buiten in de tuin zetten. En dan doe je hem vol water. Met de tuinslang, weet je niet? Sluit je zo aan, de tuinslang, water, 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 tot die vol is, ja? Niet vergeten de kraan weer dicht te draaien natuurlijk. Slang oprollen, netjes. Dan doe je daarbij zoveel mogelijk ijsblokken. Ja? Die kun je hier dus nooit uit de ijskast komen halen. Ijsblokken, ijsblokken. En dan ga je elke ochtend van 7:30 tot 8 met je blote kont in die tuil zitten, ben je zo genezen. Wat zeg jij nou? Dat heb ik gelezen. Hij heeft wat gelezen. In een interview met Ridder van Rappard. Ridder van Rappard. Hele verstandige man. Het ballet wil hij ook verbieden. Goeie
Goedenavond. Hi, Jim. Hier, Simon, tante Bas ook nog een brief geschreven naar de minister van Acht... dat twee mannen met elkaar moeten kunnen trouwen. Mensen, ik ben helemaal uit de brand. Jazeker. De losse verkoop van de Bruine Rotterdammer heb alle records hebt die geslagen. Die 2000 gulden, dat was een peulenschil. En zijn reeds telefonisch aan Tilly van Til overgemaakt. Nou, ik mocht natuurlijk met een reactie komen in de Bruine. Maar wat zou jij nou doen? Zou jij nou de waarheid schrijven? Dus dat ik er tijdens de huwelijksnacht vorige week achterkwam... dat Tilly van Til wel heel eigenaardig geschapen was voor een dame dan. Of zal ik schrijven... gezien het leeftijdsverschil, wat toch wel enorm is... Hè, dat we dus hebben besloten om als goede vrienden in harmonie uit elkaar te gaan. De waarheid zien. Eerlijk duurt het langst. Jawel. Maar dan sta ik voor paal. Had je maar beter op moeten letten. Ik zag meteen dat het een vent was. Als je gaat liegen, gaat het zeker verkeerd. Vroeg of laat komen ze er toch achter. Tuurlijk. Bel zo naar het vrije volk. Wanneer moet de trein komen te staan? Morgen. Ik moet het vandaag over. Ik moet vanmiddag naar de drukker. Dat hele kabinet kan wat mij betreft op dat pot gaan zitten. Hier zo. Stelletje conservatieve. Als het al die vannacht lag, was de wet op de zwaartekracht niet eens aangenomen. Geachte heer Bas, in antwoord op uw schrijven deel ik u mede namens minister Stuit dat het kabinet niet voornemens is de seksenverandering in het ziekenfondspakket op te nemen. Heel verstandig. En namens minister Van Acht, uw brief aan hem ligt in de prullenmand. Bloemen voor die man. Goedemorgen. Tilly? In één keer goed. Is het gebeurd? Ja, in Casablanca. Van jou 2000 gulden. Martin. Goedemorgen. Mag ik jullie even voorstellen aan mijn verloofde? Martin Schreuder. We hebben elkaar leren kennen in het vliegtuig. En we gaan trouwen in Las Vegas. Overmorgen. Dan pas. Martin, mag ik je even voorstellen aan mijn ex? Simon Stokvis. Dus ik heb mijn geluk aan u te danken. Nou, het is wel een ongebouwde, hoor. Maar wel uitstekend gedaan. 2000 gulden, alstublieft. Lieveling, we gaan naar Schiphol. De propellers draaien al. Oh, en ik mag in de cockpit. Bas. Casablanca? Aan mij lijkt geen Polonaise. Nel? Ja, andersom ken het ook. Nou. Schei eens uit. Had je maar op, want de letter, ik zag meteen dat het een vent was. Ach! Dat het kabinet niet voornemens is de seksenverandering in het ziekenfonds op te nemen. Ja, goede vrienden in goede harmonie. Ja. Had je maar beter op moeten letten. Ik zag meteen dat het een wijf was. Oh, nee.